Stephanie, weet jij waar die Golgomov is? Ik heb overal gekeken, ik kan hem niet vinden. Ja, hoe moet ik dat weten? Dat is Linda's afdeling. Het enige wat zij kan vinden is de weg naar het toilet. Nou, ik zou zeggen, blijf nog even zoeken. Het zal ooit nog wel ergens opduiken. Ja, het is wel goed met je. Ik heb moeite genoeg om mijn eigen bestand in orde te houden. Moet ik ook nog dat voor Robert beheren. Hangt de half door zijn klant aan de telefoon te schreeuwen. Linda maakt er een enorme troep van. Feliciteer Stennis maar van me. Hij is erin geslaagd om een perfecte chaos te creëren. Het lijkt wel of Daniel ouder wordt. Vroeger kon hij nog maar eens ergens tegen. Misschien is het wel te veel om Roberts cliënten erbij te nemen. Zou je er niet eens over nadenken om een opvolger voor Robert te zoeken? Maak je maar geen zorgen, ik ben bezig. Zijn er nog boodschappen voor me? Ja, onder andere van Marian Bleker van BDFV en Partners. Uh-huh. Mooi. Ja, bel Marianne even voor me, wil je? Uh-huh. Zeg, heb jij nog nagedacht over wat we gisteren besproken hebben? Uh-huh. En? Heb je een beslissing genomen? Jazeker. Ik heb besloten dat de regeling die jij hebt voorgesteld acceptabel is. Petra? Petra? Nou. Oh. Ik heb Thomas even naar mijn moeder gebracht. Kunnen we rustig samen eten. Ik heb gelezen van Mark de Waal dat hij vermoord is. Ik sprak net Mirjam. En ze zei dat ze denken dat Annette het heeft gedaan. Annette? Nou, belachelijk zeg. Het is belachelijk om iemand neer te steken met een schaar. Weet je nog hoe gelukkig ze was op hun verlovingsfeest? Ik kan gewoon niet geloven dat zij het gedaan heeft. Dat is onmogelijk. Ik herinner me dat ik de schaar oppakte. Maar vanaf dat moment kan ik me niets meer herinneren. Totdat ik hier vanochtend wakker werd. Waarom pakte je die schaar op? Dat weet ik niet. Die lag daar. Misschien om je tegen Mark de Waal te beschermen? Ik weet het niet. Nee, maar het is toch mogelijk? Mijn cliënte heeft u al verteld dat ze niets meer weet. Ik wil u vragen niet verder aan te dringen, inspecteur. Dokter Dekker is van mening dat ze nog niet sterk genoeg is om met u te praten. Dokter Dekker zou ik niet al te serieus nemen. Tot nu toe heeft de zaak van uw cliënt bepaald geen goed gedaan. Het is duidelijk dat hij denkt dat zij het gedaan heeft. En nu probeert hij haar op alle mogelijke manieren te beschermen. Bent u van plan om Annette te arresteren? Nee, nog niet. Nou, ik dacht voor het moment geen vragen meer. Kantoor van meneer Alberts. Nee, ik bedoel... Hé, hey, ben jij het? Sorry, Arnie. Ik kan nu absoluut niet praten. Je kan je niet voorstellen wat voor chaos het hier Linda, is. Linda, geef me één seconde. Even over Mark en Annette. Is het waar dat Simon hem heeft gevonden? Nee, ik weet het niet. Ik heb Simon nog niet gesproken. Bel Helen Helmink even. Nee, dat was ik vanochtend, maar Simon liep niet binnen. Er was een advocaat en de politie werd verwacht en zo, dus... Arnie, ik weet echt niks. Ik kan je niks vertellen. Ik zit dat over mijn oren in het werk. Bel me vanavond thuis maar even. Linda, wacht even. Wat zei ze? Nee, ze heeft Simon niet gesproken, dus ze weet niets. Hé, hey, ik moet naar school. Ik bel heel niet wel even als ik thuis kom. Ja, ik ga zo even bij Suzanne langs. Samen net zijn laatste goede vriendinnen. Misschien weet zij meer. Alright, zie ik je dan. Ja. Arnie, heb je Linda nog gebeld? Ja, maar die weet niets. Heb jij Pa nog gesproken? Die belt wanneer die belt. Nee, ik bedoel over zijn nieuw werk. Ik weet niet. Maar ik denk dat hij kan kiezen uit allerlei banen. Nou, dat zien we nog wel. Hé, hey, dag. Dag. Lekker hoor, als iedereen achter je aan zit om voor ze te werken. Dat is voor hem ook niet altijd zo geweest. Hij is ook arm begonnen. Ja, maar nou heeft hij het ver geschopt, toch? In sommige opzichten. Vroeger vond ik hem veel leuker. Ik heb je altijd als een van de beste beschouwd, Robert. In dit vak. En ik ben absoluut niet de enige die er zo over denkt. Nou, zo kan hij wel weer, hè. Ik ben nou nog in een goede stemming. Ik zou zeggen, maak er gebruik van. Ja, maar zo simpel ligt het ook weer niet. Wij hebben op dit moment geen plaats voor je. En... 3 maanden geleden heb je me nog een aanbod gedaan. Je smeekte me letterlijk om de klanten van Bob over te nemen. Ja, maar dat was 3 maanden geleden. En sindsdien is er veel veranderd. Niet alleen bij ons, maar ook in jouw persoonlijke wereld heb ik begrepen. Wat bedoel je in godsnaam? Ze zeggen dat je bij Laura weg bent.
Wie heb je dat verteld? Ach, je weet hoe er wordt geroddeld. Ja, Laura en ik leven dus gescheiden. Ja, maar wat heeft dat ermee te maken? Ze was goed voor je image. Image? Wat is dat nou voor ouderwetse reclametaal? Bullshit. Misschien moet je dat maar aan Nico Stenders vragen. Excuseer me even. Ik moet even bellen. Mevrouw, mijn heren, tot genoegen. Hoe staat dat ervoor? Ze heeft meer of meer toegegeven dat ze schuldig is. Kan ze dan gearresteerd worden? Tja, dat is grote kans op. En als dat dan zo is, wat voor motief ga je dan aanvoeren? Zelfverdediging? Dat zou ik kunnen proberen, maar ja, het is zwak, hè. De waal is in de rug gestoken, dus op dat punt is de kans groot dat we verliezen. Wat is het alternatief? Niet toerekeningsvatbaar laten verklaren? Maar ja, dat is ook niet erg aannemelijk. Ik zou niet weten of de rechtbank dat zou accepteren. Als ze dat niet doen, wat dan?